Voilà. Het is eigenlijk heel simpel. Mensen die gaan lopen van de oorlog, die moeten gewoon de grens over. Dan zijn ze veilig. Dus in België is het zo dat je moet rekening houden dat als de Hollanders, de Fransen, de Duits en alleen de Engelsen, als ze overzwemmen, als die last hebben van oorlogen, mag die in België binnen. Dan zijn ze de grens over. We hebben niks te maken met Griekenland, dat is niet onze grens. En zeker niet met Syrië of Palestijnen. Dus die moeten nog over hun grens gaan. En dus eigenlijk moeten we geen asielzoekers hebben. Hè. Want er is geen oorlog met de Fransen en met de Engelsen en de Duitsers. Allee, vooruit. Het is dus simpel, hè. Je moet daar niet lang over nadenken. Het is gemakkelijk.